Kijk even hier, hoe dit gespoeld heeft. Het is helemaal uitgesleten. En je ziet het, de kids, die hebben een dam proberen te bouwen. Bij het water. Dit ziet er echt spectaculair uit. Wel heel erg mooi. Dit was waarschijnlijk trouwens die plek, hier zo ongeveer, waar ik met de metaaldetector dat doorzichtige blikje heb gevonden met die schatkaart erin. Dat was op dit punt was dat. Die andere video die brak in één keer af. Dus ik moest het nog een keer zeggen. Wow. Dat was op dit stuk was dat ergens. Met echt zo'n aantekening met een kruis van daar ligt die. Heel even kijken of ik hier kan staan, wat ik hier kan zien. Spectaculair uitzicht heb je hier. Wel heel mooi. Maar nu, we gaan even kijken op het klokje die ik om heb. Hij werkt gewoon niet. Maar kijk eventjes naar deze afgrond, dit is best wel mooi. Zo kijken of mijn klokje nou nog werkt. Ja, kijk. 16.000 stappen hebben we gezet. En als ik klik op het klokje, dan zie je dat we nu vandaag weer dat rode hebben gehaald. Dus we doen weer aan sport. Zo dadelijk gaan we van dat laagste gedeelte gaan we helemaal hier naar boven lopen. Dat lijkt me ook wel kicken om te doen. Dan moeten we eerst helemaal beneden beginnen. Zo, hier liggen echt veel stenen. Ah, kijk. En hier is het hele uitzicht al totaal weg. Kijk, hier heb je best wel een groot chillveld. Dat ziet er wel mooi uit. Nou hoop ik dat het droog blijft, dat dat geen regenwolken zijn. Zo te zien niet. Je ziet het naar die regenbui, hoe groen het gras is geworden. En nog een poosje en dan zit er letterlijk overal voedsel aan de struiken. Kijk maar, het is nog groen, maar dit zit dan helemaal vol, zeg maar. Kijk eventjes hier, naar dit punt. Hoe extreem ver het omhoog loopt. En nou pas zie je hoe dat water gespoeld heeft. Die heeft echt een hele rand daarin gemaakt. In die zandberg. Super gaaf ziet het eruit. Oeh, wacht even. In de wintermaanden kon je hier gewoon dwars doorheen kijken, vanaf deze hoogte ongeveer. Maar nu is dit helemaal begroeid, zeg maar. Dus dit is ook wel leuk. We gaan hier even naar boven lopen. Hier, binnenkort allemaal voedsel. Dat zou je kunnen malen, zeg maar. Oh, kijk. Deze zijn er ook. En dan een soort smoothie van kunnen maken, zeg maar. Even shaken en klaar. Wow, dit is ook gaaf om te zien. Kijk eens. En ook hier heb je die capsuleplanten. Alleen dit is nog een jongen. Hier zit nog helemaal niks aan. Zeg ik dat goed? Nee, hier zit niks aan. En als het jong is, zeg maar, dan, ik weet niet of de camera dat een beetje pakt, dan heb je al deze ronde dingetjes erbij aan zitten, zeg maar. Maar dit zijn op zich hele mooie struiken. Kijk even naar die rand, hoe dicht dat is hier. Kijk, hier sta je dus op die kleine heuvel. Hier dus.
En dan kun je eigenlijk letterlijk die grote daar aan de overkant zien. Hele mooie plek eigenlijk. Wat eigenlijk totaal nu niet gebruikt wordt. Door niemand eigenlijk. Yes, kijk. Hier heb je die capsules al aanzitten. Die zwarte dingen. Heel gaaf. Hier staat er ook nog één. Daar staat er één. Hier staat er één. Hiervoor één. Dat gaat goed. Hier weer één. Zo, dit wordt echt helemaal beschut, jongens. Kijk even hoe dit eruit ziet. Heel gaaf. Het voelt soepel aan door de regen. Kijk, en zo zie je maar weer, als je een aantal meter hier naar binnen loopt, dit is er trouwens ook heen, dan zie je de zandberg eigenlijk niet meer. En kijk even vanaf de grond hoe hoog die beschutting is. En je ziet het, nog geen halve meter kun je erin kijken en het is helemaal zwart. Hier weer een, zie je dat? Daar, weer een. Hier eentje. Naast mij zit er één. Aan de rechterkant zit er ook één. Links zit er één. Hier zit er weer één. Wauw, dit is echt super gaaf. Kijk, en je ziet het. De capsules zitten er ook aan met de pitten. Ah, oh, hier staat opeens een ander. Oh, hier houdt het in één keer op. Maar je ziet het, kijk even hier. Hoe deze camo goed werkt, hè, deze beschutting. Aan alle kanten. En dit hier, is, oh, dit zijn allemaal varens, zeg maar. Hier staat er nog zo'n capsuleplant. Maar dit zijn allemaal varens tot aan die bomen daarachter. Wel een hele mooie plek eigenlijk. Maar nu, wat gaan wij doen? Rechts of links afslaan? Ik weet als wij hier rechts afslaan, die kant, dat we bij een bankje uitkomen waar je hazelnoten kan plukken. Ongeveer op ooghoogte, zelfs lager nog. En als je hierheen gaat, ja, dat schiet eigenlijk ook niet op. Dus we weten eigenlijk niet wat we gaan doen. Ja, geen idee. Ja, ga dan maar een keer hierheen. We doen maar wat, geen idee. Puur, wow, kijk eens even hier. Deze is helemaal beschut. Die heeft zich natuurlijk hier ergens genesteld. Ik weet niet waar. Kijk, hier loopt die tak. En dan heb je daar het middenstuk. En nou pas kun je zien hoe eigenlijk de onderkant, hoe dik die eigenlijk al is van die struik. Dus die heeft eigenlijk best wel goed aangeslagen. Hier zit nog een hele jongen tussen, zeg maar. Maar dit is één grote jungle van eigenlijk alles door elkaar heen. Deze die heeft het niet gered. Wow. Eens eventjes kijken. Van hier is het gestopt. Wat is dit hier? Hé, hey, waar even. Wat is dit? Komt er niemand aan? Hier, kijk, daar heb je er weer een. Het lijkt wel of dit een soort van ingang is, of niet? Ja, dat is een ingang. Ik weet alleen niet hoe ver die loopt. Huh? Wat is dit nou? Waar even hoor. Het kan... Nee. Het loopt wel verder. Alleen ik vind het heel raar wat ligt. Hey, het loopt verder, jongens. Het loopt verder. Even kijken. Wacht. Hier stopt het. Dan heb je alleen maar varens. Ah, jammer. Ik dacht dat we een geheim pad hadden ontdekt. Dat is jammer. Ik denk nu hebben we een heel smal padje ontdekt. Die helemaal tussen de varens loopt. Helemaal tot achteraan. Is het gewoon helemaal niks. Oh. Kijk, hier heb je er echt één tussen zitten. Bijna klaar, zei ze, jongens. Die niet even aangeslagen. Kijk, die is op de een of andere manier helemaal dood, zie je dat? Die zit er ook tussen. Hier tegenover staat er ook één met capsules. Maar dit is echt gewoon helemaal in elkaar gevlochten, eigenlijk alles. Alles zit super en super strak tegen elkaar aan en door elkaar heen geweven na die regenbui. Let even op, kijk even naar dit shot. Heel gaaf, en dan die hoge bomen daarachter.
Kijk even naar deze grote rand. Dit is gewoon bijna niet normaal meer. Goed, we gaan even verder lopen. Je ziet het, hier begint het al iets opener te worden. Dat is ook eigenlijk wel altijd gaaf eigenlijk, hè? Dat je gewoon door zo'n bos loopt en dat je dan in één keer zo'n scheiding hebt, daar. En dat dan die hele rand begint, zeg maar. Die hele ondoordringbare rand. Even te kijken, waarschijnlijk heb je hier tegenover dit landerijtje, of dat graanveld of wat dit ook is, hier aan die kant, heb je een kleine bank zitten. Dan gaan we even kijken of we daar even onze tas af kunnen doen. En heel eventjes, misschien een minuut of anderhalve minuut, heel even kunnen uitrusten. En dan weer even verder gaan voor een grote monstertocht. Want we willen eigenlijk voor 9 uur vanavond, willen we minimaal de 20.000 stappen op de teller hebben staan. En eerder ga ik niet naar huis. Mocht ik dat nou niet redden, dan ga ik gewoon nog even een stadje of een winkeltje pakken om meer te kunnen lopen. Dan ga ik gewoon ergens een wijk induiken en dan ga ik van die kleine padjes pakken, weet je, tussen huizen in, om maar aan die 20.000 stappen te komen. En als ik dat dan gered heb, dan zeg ik yes, we kunnen de studio in, weet je. Even kijken. Oh, hier staat nog gaan. Dat is nog behoorlijk laag. Zie ik nu pas. Oeh, dit is echt niet te doen. Je zit hier in de felle zon, zit je hier. Dit is echt niet lekker. Ja, kijk, dan heb je hier dat bankje. Maar dan kan ik hier even de tas afdoen. Zo. Hoppa, uit met die rugtas. Hier loopt ook nog een pad naar achter. Waar even. Het kan zijn dat we zo dadelijk hier dit pad het bos ingaan. En dat we dat andere pad pakken, dat we een beetje uit de zon zitten, zeg maar. Even kijken of... Even kijken of ik hier iets mee kan met de video. Nou, misschien wel. Als ik hier ga staan, dan zit ik uit de zon. Zal ik alleen even kijken wat dit op mijn beeldscherm is. Of dat op de lens zit of op mijn beeldscherm. Zit op mijn beeldscherm gelukkig. Even kijken. Kijk. Je ziet het. Het is ook een heel klein beetje heilig weer. Even kijken of wij hier nog wat mee kunnen. Verder zal hij wel niets doen. Dan heb ik daar ook nog wat gezien, dacht ik. Even kijken. Ja, die windturbine die staat bijna stil. Ook wel gaaf eigenlijk. Je kan hier best wel een eindje van je afkijken, dat is ook wel mooi. Ja. Gaan we heel even op deze bank zitten. Zo. Heel eventjes kijken. Dat is volgens mij nieuwbouw wat daar is. Dat staat er ook nog niet al te lang. En dan moet, als het goed is, daar een weg naast lopen met een rotonde. Dat moet dan daar zijn. Ik zie daar wel iets fietsen. Maar de rotonde herken ik niet. Oh, wacht. Nog een fietser. Ja, een auto. Eventjes die auto gaan volgen. Oh, wacht. Die rotonde kun je net niet zien. Daar zit hij dus nu op waarschijnlijk. Tenminste, als het hetzelfde complex is. Zo. Je raadt het al, we hebben lang genoeg uitgerust. We zetten de camera heel even op de bank neer. En dan gaan we even kijken
dat we hier het bos in kunnen gaan. Want dit ga ik dus echt niet doen. Punt 1, dat is super saai voor een vlog. Om hier gewoon langs een landerijtje te lopen. Dus we gaan hier bij dat bankje gaan we gewoon het bos in. Bij dit smalle padje. Ja, lang genoeg gezeten. Doei! Wow, wat is dit? Is dit wel een pad? Nou, wacht even. Je ziet heel duidelijk dat hier een, die bank daar, dat hier een pad loopt. Zou dit dan het pad zijn? Wacht even, hier is waarschijnlijk gewoon alleen een boom omgevallen. Kijk, ze hebben een bouwsel gemaakt. Een hut. Best wel sneaky verscholen eigenlijk, als je het zo bekijkt. Het is al een beetje een ouder bouwsel, wat je hier ziet. Even kijken of ik de camera iets zo kan draaien. Maar wel best wel gaaf eigenlijk. Zo te zien aan de touw. Oh, wacht, het zit vast. Ze hebben het waarschijnlijk met spijkers vastgemaakt. Wel grappig, maar nu. Oh, wacht, het is toch een pad. Kijk, deze is omgekikt door de storm. Ik wou zeggen, want langs dat pad loopt nog een ander pad tussen. Dat is dus dit. Als zo te zien wordt het heel weinig gebruikt. Ah, dat zijn die beruchte doornplanten weer. Die je altijd heel voorzichtig aan de zijkant moet doen, want anders zitten ze vast aan je kleding. Oh. Wacht, wat is dit? Ah, kijk, hier loopt dat pad doorheen. Dus ja, we zijn bij het pad gekomen. Wauw, gaaf. Dan zit ik alleen even te kijken of we bij dat ding uitkomen. Nee, dat is iets verder naar rechts waarschijnlijk. Daar heb je die gaten in de grond zitten. Of is dat dit stuk al dat het zo overgroeid is? Dat weet ik niet. Oh, wacht. Waarschijnlijk is dat dit pad. Ja, we staan aan het begin, zijn we. Ja, we staan aan het begin. Of zijn we er al helemaal uit? Nee, we zijn er al uit! Want hier heb je de parkeerplaats al. Kijk, dat bord daar wat je ziet, dat is van de parkeerplaats. Of hebben ze het weggehaald? Of het is helemaal overgroeid? Wacht even, dit is wel interessant. Of zijn we er nu net voorbij gelopen? Nee, ik zie de weg al. We zijn te ver gelopen. Nee, dit gaat hem dus niet worden. Wij gaan terug. Wij gaan even terug. Ik wil even kijken of dat nog bestaat. Hier moet ergens een klein groen huisje zijn in het bos met gaten in de grond waar ze honden overheen laten springen. En ik heb het idee dat dat misschien weggehaald is. Dat weet ik niet. Nu ik er toch ben, wil ik toch even kijken of het nog bestaat. Even kijken, jongens. Dan moet dat hier in dit bos zijn, aan die kant. Ik heb het idee dat we direct... Waar is dat huisje dan gebleven? Langs dat huisje stonden... Wacht even. Hebben ze het hele ding weggehaald? Of ik moet nog een stuk verder lopen? Ik ben al een tijd niet meer geweest. Wat is dit? Kijk. Hut nummer 1. Bouwsel nummer 2. En dan is dit waarschijnlijk dat gat geweest die ze dicht hebben gestopt. Want, kijk goed. Het is weg. Alles is weggehaald. Nu staan er allemaal van dit soort bouwsels. Oh, kijk,
Hier hebben ze allemaal van dit soort dingen opgelegd, zeg maar. Voor demping. Wel leuk gemaakt eigenlijk. En dan heb je hier de ingang, zeg maar. Met ook echt een ingang. Waar je een zeil nog overheen kan spannen naar deze kant. En even kijken, is het breed? Ja, het is een behoorlijk eind. Kijk maar. Ik zal heel langzaam naar buiten lopen. Ik hoop dat de camera dan iets pakt. Het gaat. Maar in ieder geval, je kan op het dak kijken. Dus je ziet ongeveer wel hoe groot het is. Hier staat nog iets. Maar nu wil ik toch even weten wat hier gebeurd is. Want ik zie meerdere dingen, zie ik niet meer. Punt 1. Waar zijn de gaten in de grond? Die zijn weg. Punt 2. Waar is het huisje? Dat moet ergens hier hebben gestaan. En punt 3. De stroom- en lantaarnpalen zijn ook verdwenen. Dat is op zich wel jammer dat het helemaal weg is. En ik kan me haast niet voorstellen dat ik dat... Nee, dit gaat hem dus niet worden. Het is gewoon weggehaald. Oh, ik zei het je toch, ik moet toch even terug. Toch even kijken of het er nog wel of niet is. Het is waarschijnlijk weggehaald. Ik kan me haast niet voorstellen dat het dan... Nee, dat kan niet. Dat het dan hier nog ergens is. Dit is te ver naar de andere kant weer. En het was op een vlak gedeelte. Dit loopt hier schuin weer naar boven, daarachter. Dus dit gaat hem sowieso niet worden. We zijn er al voorbij. Ja, kijk. Hier kom je al bij een pad uit. Dus het is helemaal weggehaald. Oké dan. Nou, dus alle objecten die hier in het bos gestaan hebben, die zijn weg. Wow, hoe lang het al weg is, geen idee. Dat kan heel goed zijn dat het al meer dan een half jaar weg is. Misschien nog wel langer. Ik heb dat toen met die andere camera, heb ik daar dacht ik ook een paar keer een vlog gemaakt. Dat je de stenen zag. Dus het vierkant met de stenen naar beneden, zeg maar. Dan zit ik alleen even te kijken. Hier stonden vroeger bankjes. En of werkelijk de lampen weg zijn, maar waar zijn dan de banken gebleven? Zou ze die dan ook weggehaald hebben? Ja, kijk. Hier stond vroeger volgens mij een bank. Op dit stuk. En die lantaarn zie ik ook niet meer. Het is allemaal weg. Het is wel een hele mooie vette bosrand. Kijk even hier. Dat ziet er wel heel mooi uit. Een bosrand op hoogte, wil ik zeggen. En daar loopt een pad doorheen, zeg maar. Yes! Eén bank hebben ze nog laten staan. Dat is deze. Maar je ziet het, de lantaarns, die zijn wel weg. Die zijn uit de sponning gehaald. Die zaten volgens mij hier ingeprikt. En zo aan de... Wow, kijk even hier. De eerste tree is er afgekikt. Dat ziet er dus zo uit. Dus je hebt eigenlijk nog maar twee smalle plankjes om te zitten. Nou, even kijken of die zitbaar is. Het is te doen. Het is alleen dat ik een rugtas om heb. Dat het niet echt prettig is. Maar zo gauw de rugtas af zit, kun je hier nog mooi zitten. Dus op de grond hoef je hier niet te zitten voor het mooie uitzicht. Goed, wij gaan verder. We moeten nog een behoorlijk aan het lopen, want we komen er nu achter dat we de auto aan de hele andere kant van dit bos hebben staan. Dus we moeten zo helemaal half door de wijk heen. En dan, ja, via de weg en dan helemaal eromheen. En dan weer die kant terug, zeg maar. Dus we hebben nog wel een, zeker 3 kwartier te lopen, denk ik, voordat we er bijna zijn. Wacht, hier gaat het omhoog.
Dat ziet er ook wel vet uit, met die zon erbij zo. Kijk, hier heb je in principe weer een heel mooi vlak stuk, zeg maar. Waar je ook heerlijk relaxed kan zitten. En eigenlijk tegenover de parkeerplaats, want daar beneden zie je dus letterlijk de parkeerplaats staan. Heel erg grappig, dit zo. Drie, twee, één. Tadaa.